Hi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag eindelijk de lang verwachte stash video. Ik heb beloofd dat ik hem wat eerder zou opnemen, maar doordat ik steeds nieuwe bakjes ging uitproberen en ik binnenkort natuurlijk ga verhuizen, daarover binnenkort trouwens meer, wilde ik het gewoon allemaal wat strakker hebben. En omdat het niet heel erg veel veranderd was de afgelopen jaren en het toch alweer even geleden was, dacht ik, weet je, ik ga gewoon even goed opruimen, alles strak hebben zoals dat ik het mooi vind. En als ik helemaal tevreden ben, dan komt er een stash video. En today is the day. En ik ben best wel trots op mijn stash momenteel. Ik zit nu aan mijn bureau en daar staat mijn dagelijkse make-up op. Tussen haakjes, want er staat wel heel veel, maar dat zijn de producten die ik het meeste eigenlijk gebruik. De meeste nieuwe producten, dus ook dingen die ik nieuw ga testen. En in deze kast achter mij ligt echt mijn stash, dus alle producten die ik heb. Dus ik ga deze video eigenlijk in twee splitsen. Ik begin allereerst met mijn stashkast, want daar zit echt de stash in. En als bonus laat ik jullie ook mijn dagelijkse producten zien. Ik ga er allemaal kort even langs. Het is vooral erg veel. Het is allemaal erg, niet echt rommelig, maar het is wel, zeg maar, om alle producten stuk voor stuk te laten zien. Dan zijn we uren bezig, dus ik ga gewoon even een beetje vluchten door mijn stash heen. Als jullie nou voor specifieke dingen een stash filmpje willen zien of mijn dagelijkse routine echt uitgebreid willen zien, laat het dan vooral weten beneden in de reacties en kijk lekker mee naar de stash video. We beginnen bij mijn kast. Dit is een pakskast, als ik me niet vergis, van de IKEA. Eigenlijk zijn deze twee lades helemaal vol met make-up. Dit zijn twee lades waar allebei wat anders in zit. Zal ik kort even langslopen. En die lade eronder is vooral beautyboeken, leuke foldertjes die ik bewaard heb. En daaronder zitten wat andere rommeltjes. Niet echt beauty in ieder geval. Maar dit is wel echt mijn stashkast. Ik begin even hier bovenop. Daar heb ik allereerst lekker geurstokjes staan van Rituals. In mijn favoriete geur Happy Buddha. Ik heb heel even leuk dit lampje aangezet. Die is van de HEMA overigens. En hier staan vijf van mijn favoriete parfums. Ik heb nog natuurlijk meer parfums. Die staan in deze kast naast mij. Ik zal ze kort even langslopen. Dit is Deaconess van Marc Jacobs. Black Opium van Yves Saint Laurent. Dat is Rose Radiant Gold van Michael Kors. Dit is de nieuwe geur van Jean Paul Gaultier. Scandal, hele lekkere geur. En dit is, als ik het goed heb, Miss Dior Absolute Blooming. En dit is, als ik het goed heb, een limited edition. Nou, hier heb ik laatst nog opgeruimd. Hier zitten allemaal samples in voor winacties en dergelijke. Hier heb ik wat tasjes en dingetjes, bewaardingetjes. Dit zijn toevallig twee kaartjes die ik ooit een keer heb gedragen tijdens events. Deze is van Miss Beauty of the Netherlands. En deze heb ik laatst gedragen bij de Hogeschool in Diemen voor mijn presentatie. Dat vind ik gewoon leuk om te bewaren. En hier heb ik nepwimpers liggen. Dit is niet zo'n heel spannend laadje, maar toch wel belangrijk. Zeker dit soort dingetjes vind ik voor winacties en dergelijke wel heel erg prettig. En hier zit al mijn cameraapparatuur in. Zoals jullie weten film ik altijd met een Canon 600D. Hierachter ligt mijn microfoon. Opladers, accu's, van alles. Niet interessant in ieder geval. En hier gaan we dan naar de beauty. Het enige wat niet echt beauty is, dat is dit bakje. En dat is haarproducten, of tenminste haarproducten, borstels, elastiekjes en dat soort dingen. Heb ik natuurlijk ook gewoon nodig. Ik begin even bij de linkerbak. Dit is voornamelijk lipgloss. En ik vind het altijd heerlijk om hier lekker in te graaien. Het gaat nog best wel aardig diep. Er zit best wel veel in. Er zit vooral heel veel MAC in. Ik zie hier bijvoorbeeld Too Faced, NYX. Nou, hier heb ik MAC. Deze is van Flormar. Zo moet ik hem houden. Flormar. Rimmel, dat zijn die Apocalypse. Ook MAC Chubby Sticks van Clinique. Echt van alles. Ik ben momenteel niet heel erg meer van de lipgloss. Ik vind zelf de Apocalypse wel nog steeds heel erg fijn. Die kan ik daarom ook echt niet weggooien. Want dit zoek ik regelmatig uit het bakje. En daarom is er al veel minder in dan dat er ooit in zat. Omdat ik het gewoon niet zoveel meer gebruik. Maar nog steeds is lipgloss echt mijn jeugdliefde wat betreft make-up. Hier heb ik een aardig vol bakje. Momenteel zitten hier ook wat backups in. Ik heb deze drie producten gekocht in Londen. De Bedena Sex Mascara van Too Faced. De Tattoo Liner van Kat Von D. En dit is een oogpotlood van Marc Jacobs. Dus daarom is het wat vol. En hier zit echt van alles in. Mascara's, oogpotloden, allerlei kleurtjes. Hieronder zit ook allemaal nog eyeliner. Er zit echt van alles in. Dit is een hele mooie glitterliner van Urban Decay.
Dus er zit echt van alles in. Oogschaduwbasis. Dit is een brow mascara van NYX. Echt van alles in. Heel veel oogpotloden. En vooral handig voor looks en dergelijke. Dit bakje heb ik laatst helemaal opnieuw gevuld. Hier zitten vooral pigments in van MAC. Hier heb ik Makeup Geek. Maar ook Duraline. Is dat een basis voor pigments. Hier heb ik nog Inglot. En die zaten eerst allemaal bij de mono's. Maar ik heb nu gewoon een apart bakje ervoor. Dus dat is echt wel ideaal. En hier heb ik alle mono oogschaduw. Dus dit is wel het bakje wat ik wat minder vaak gebruik. Maar er zitten wel echt kleuren die altijd wel handig zijn. Dit is trouwens een blush van Sleek. Maar deze is echt fel en fel oranje. Ik zal het even laten zien. En dat is zeker praktisch als je nog eens een keer een oranje oogschaduw nodig hebt. Voor de rest zit er Make-up Studio in. Ook weer Flormar. Hier zit er ook eentje in van de H&M. Heel veel MAC, zoals ik al zei. Ik heb echt een periode gehad waar ik heel veel MAC kocht. Er zit er nog Kiko in. Deze is van Urban Decay. Hier is eigenlijk niet zo heel veel bijgekomen, om heel eerlijk te zijn. Dan heb ik hier een bak, kan ik wel zeggen, die vrij rommelig is. Hier zitten twee bakjes in met glitter. Ik zal ze kort heel even langslopen. Dit is trouwens een bakje geweest van de oude limited edition collecties van MAC. Echt best wel een stukje terug. En hier zitten nu allemaal glitters in. Deze zijn van Glitter Realm. Ik heb hier Jessie Glitter. Wat ligt hier nog meer in? Nick Love. Sparkle Pick. Die zijn allemaal van Etsy. Ik heb hier zelfs nog wat dingetjes. Ja, dit zijn eigenlijk van die nagelversieringjes. Maar waarom zou je ze niet op je gezicht kunnen gebruiken? Dus die zitten erin. En dan heb ik hier nog één. En hier zit ook nog een. Hier zit Violet Vaz in. Hier zit Meraki Cosmetics in. Ik heb hier Laguna Cosmetics. Glitter Glam Cosmetics. Graftobian zit hierin. Even kijken hoor. Dit is ook Violet Vaz. Too Faced zie ik hier nog liggen. Echt van alles. Ik vind trouwens deze van Violet Vaz echt zo gaaf. Ik zal hem even laten zien. Kijk dan even hoe glittery. Echt super mooi. Dit is Galaxy 3D. Voor degene die benieuwd zijn. Echt zo gaaf. Dus dat zijn glitters. En voor de rest zitten hier nog wat paletjes onder. Ik zie hier Inglot, Sleek. Hier zit Colourpop. Wat paletjes van MAC. Dus echt ook van alles. Ook dit bakje is iets wat ik niet heel vaak gebruik. Behalve voor de glitters. En hier zitten dus wat borstels in. Ik heb hier een haarborstel, een tangle teaser. Ja, je zal afvragen, heb je afro haar? Nee, ik gebruik dit om mijn borstel zomaar schoon te maken. Dus die haal ik zo langs mijn borstel en trek de haartjes omhoog. Ideaal. En mijn donut, elastiekjes. Nou, hier liggen ook nog elastiekjes onder. Genoeg. En dat was dan la nummer 1. Dan hebben we la nummer 2. Ook dit is een kleurrijk geheel, zoals je kunt zien. Ik zal kort even uitleggen wat er allemaal in zit. Foundations en echt van alles. Blushes en highlighters. Sorry, ik kom even niet op mijn woorden. Lipsticks, daar zitten special effect producten in. Dus kleurlenzen, schmink, dat soort dingen. Daar zit bronzer in en ook een beetje highlighter. Iets wat daar niet meer past, dat ligt daar. En daar liggen poeders en vooral veel concealers. En hier liggen alle paletten. Deze la vind ik iets meer een zootje, maar vooral het bakje met de paletten krijg ik gewoon heel lastig netjes. En dat bakje heb ik laatst helemaal opnieuw gevuld, dus momenteel peilt hij een beetje uit, zoals je kan zien. Dus ik ga even beginnen met de foundations. Nou, als jullie mijn kanaal wat langer volgen, weet je dat ik regelmatig foundations uitprobeer. Hier bijvoorbeeld de Clinique Beyond Perfecting, die ik heel erg fijn vind, maar momenteel weer iets te donker is. Ik heb deze een hele tijd gebruikt. Dit is de Shiseido Syngro Skin Glow Foundation. Double Wear ligt daar van Estée Lauder. Hier ligt er eentje van Ile Masca. Even kijken hoor. Clarins Foundation heb ik ook heel lang gebruikt. Dus een hele fijne foundation. De Skin Illusion Foundation. Ik heb ook nog een tint moisturizer van Aveda. Die heb ik met de zomer heel erg veel gebruikt. Dus echt van alles. Nou, dan heb ik hier alle blushes en highlighters. Ik heb niet heel veel blushes, zoals jullie weten. Er zitten vooral veel highlighters in dit palet. Of in dit bakje bedoel ik. Deze heb ik natuurlijk best wel een tijdje gebruikt. Dit is de Physicians Formula Natural Nude Kit. Hier heb ik de Cindy Luminizer. Hier ligt nog Mary Luminizer van de Balm. Twee hele mooie highlighters. Ik heb hier nog Champagne Pop van Becca. Ik heb hier ook nog een highlighter van Colourpop. Daar ligt NARS Albatross. Hier heb ik nog een mooi duo van Ile Masca. Een Bobbi Brown Shimmer Brick.
En deze in de kleur Nectar, ook heel erg mooi. En nog wat MAC, dus er ligt echt van alles tussen. Ik heb hier al mijn lipsticks. Hier onder andere een tinnetje, deze is van Lime Crime. Daar zitten ook 3 liquid lipsticks in. Zo. En voor de rest liggen hier dus allemaal lipsticks in voornamelijk. Ik heb hier nog eentje van Lime Crime. Ik heb hier NYX liggen. MAC, dit is deze van de Mariah Carey collectie. Ik heb hier ook nog wat liquids liggen. Make-up Studio, hier ligt ook nog MAC. Ik heb hier nog eentje van Maybelline. Hier moet nog eentje van Urban Decay van de Gwen Stefani collectie. Hier gebruik ik nog best wel regelmatig iets uit. Nou, dan dit bakje. Dat is natuurlijk de afgelopen weken vooral veel gebruikt. Hier zitten echt special effect producten in. Hier heb ik onder andere een mengpaletje liggen. Tandenborstels om van die spetters te maken. Er ligt vaseline in. Kleurlenzen. Dit is schmink. Daar ligt de Creole Antifi Paint Stick. En hieronder ligt ook echt nog van alles. Dit is nog een klein bakje, maar hij is best wel gegroeid, moet ik zeggen, de afgelopen jaren. Dus ja, dit is echt ook wel een leuk bakje, vooral met Halloween en dergelijke ga ik altijd lekker los. Dan hebben we hier nog 3 bakjes. Hier hebben we dus vooral bronzers en wat highlighters liggen. Hier hebben we bijvoorbeeld de liquid bronzer van Benefit, Doe de Hoola. Hier heb ik een leuk bolletje van Kiko. Wie komt deze trouwens bekend voor uit de Halloween look van vorig jaar? Dit was mijn Crystal Ball. Als de fortune teller, maar het is een highlighter. De Ruby Hertz MAC bronzer heb ik ook heel veel gebruikt. Dit is een leuke herinnering, moet ik zeggen. Deze heb ik gekocht toen ik de allereerste keer naar de Topshop ging in Londen. Het is een veel te gele highlighter, maar ja, het is een leuke herinnering. Dus ja, deze. Even kijken, wat zit er nog meer in? Ik zie hier ook nog wat primers liggen. Dus er ligt echt van alles in. Hier nog Essence. Dit is ook een hele mooie stick highlighter van Kiko, de Rainy Touch Creamy Stick. Dus dat zit hier allemaal in. En hier zie je vooral ja, concealer, hier bijvoorbeeld de Colourpop concealer. Hier heb je nog een basis van NYX om je foundations wat lichter te maken. Losse poeder van Dior. Hier heb ik nog een Healthy Mix concealer van Bourjois. De Estée Lauder Double Wear Concealer. Hier heb ik ook nog een primer van NYX. Dit is de Photo Loving Primer. Deze heb ik natuurlijk ook heel vaak gebruikt. NYX Angel Fill Primer. Heel erg fijn. Dus hier zitten vooral echt concealers in. Nou, dan komen we hier bij echt alle paletten. En dan denk je, oh, dat is niet zoveel. Nou, hieronder zit ook allemaal nog. Dus het is echt wel aardig wat. Ik heb hier een Too Faced Summer Eye Palette. Een lippaletje van Inglot. Hier heb je een MAC Viva Glam lippalet, dat is alweer 2 jaar geleden geloof ik. Naked Smoky palet van Urban Decay. Hier heb ik het Fun palet van Urban Decay. Ik zal het even laten zien. Fun kleuren in, van paars tot blauw. Maar ook gewoon mooi een beetje een natuurlijke tint en een lipglossje. En hier zit ook nog Soufa in. Dit is echt wel een heel oud palet. Maar toch wil ik hem even jullie laten zien. Dit is namelijk het Metallic Stones palet. Echt een super mooi palet. Maar helaas niet meer te koop. En hier ook nog wat paletten. Hier nog een Soufa Blush palet. Een denkbaar palet van Morphe. Dus er zit echt van alles in. En het valt ook heel erg vaak zoals je ziet. Dus dit is wel een beetje een rommelig laadje. Maar dit was dus lade nummer 2. Ik zal kort nog even de laatste 2 lades nalopen. Hier zit voornamelijk van alles in. Daar heb ik wat beautyboeken liggen. Hier heb ik toilettasjes liggen. Dus als ik op reis ga met deze handschoen van Sigma maak ik mijn kwasten schoon. Hier liggen doekjes voor swatches. Daar liggen allemaal zonnebrillen, lippenbalsems. En hier heb ik dat bakje liggen van AliExpress wat ik nog niet heb kunnen gebruiken. Maar wie weet op mijn nieuwe kamer. Dus dit is echt een beetje het rommellaadje. En hieronder ligt echt van alles. Daar ligt bijvoorbeeld het doosje van Clarisonic. Hier ligt ook nog een toilettas. Hier ligt nog een deken. Dus ja, van alles. En dan komen we bij mijn dagelijkse hoekje. Dit is mijn bureau. Het is best wel een aardig bureau. En ik zit onder een dakraam voor degenen die daar benieuwd naar zijn. Vandaar dat het licht dus hier vandaan komt. Ik ga kort gewoon even nalopen. Even alles in de hoek hier. Dat tasje van Victoria's Secret. Daar zitten wat producten voor manicure. Dus een vijl en een nagelriemolie. Dat soort producten. Dit tasje van NYX zit mijn favoriete nagellakjes. Tissues, die gebruik ik eigenlijk elke dag om mijn handen af te kunnen doen. Als ik foundation en zo aangebracht heb. Of even mijn kwasten af te kunnen doen. Nou, hier ligt gewoon plakband en dat soort dingen. Altijd handig. Topcoat, mijn favoriete topcoat. Nagellak remover. Daarachter liggen mijn lenzen. Ik gebruik daglenzen voor degenen die daar benieuwd naar zijn.
Nou, dan komen we hier aan bij het wat meer beauty gedeelte. Dit bakje heb ik ook van AliExpress. En daar staan momenteel al mijn Colourpop liquid lipsticks in. Het is een beetje rommelig, want zoals jullie zien vallen ze een beetje. Maar als je ze allemaal een beetje zo één kant op duwt, blijven ze best wel redelijk zitten. En hier zitten glossy lips in, matte lip, lippy sticks. Hier zitten wat limited editions tussen. Dus ja, die allemaal. Nou, dan ligt hier mijn bril voor degenen die er benieuwd naar zijn. Ja, ik heb een bril. Ik draag hem alleen bijna nooit. En daar heb ik al mijn kwasten liggen. Ik heb ze laatst allemaal schoongemaakt. Momenteel zien ze er weer een beetje vies uit. Maar Halloween. Dus die heb ik daarin zitten. En dit bakje is geloof ik van de Senos. Als ik het goed heb. Waar je normaal brieven en dergelijke in doet. Maar het is hout. Dus het wordt wel best wel snel vies. Maar dit zijn in ieder geval al mijn kwasten. Gezichtskwasten. Oogkwasten. En dat is blush, bronzer en highlighter. Dan kwam bij mijn favoriet hoekje. Deze drie hier op een rij. Nou, deze heb je natuurlijk al gezien in de AliExpress video. Nu is die helemaal gevuld. Ik loop het kort even met jullie door. Bronzer, blushes, highlighters. Perfecte lipbasis. Lipscrub, lipolie en lipprimer. Dit is een stick highlighter van NYX. Wattenstaafjes. En dit is de Quickie Contour Stick van Benefit. Hier heb ik mijn losse poeder van Chanel. En hier liggen lippotloden in. Ik heb er even een elastiekje omheen gedaan, zodat dat beter blijft zitten. De tattoo liner van Kat Von D. Mijn mascara. En hier ligt nog een oogpotlood van Marc Jacobs. Hier heb ik mijn brush cleanser staan van NYX. Die heb ik overgegoten, by the way. En hier heb ik wat mini lipsticks staan. Giorgio Armani, Marc Jacobs, Dior en Clinique. En hier heb ik mijn wenkbrauwproducten. Dit is allemaal van Benefit. Dan heb ik hier van die siliconen sponsjes van de Primark. Die heb ik alleen nog steeds niet gebruikt. Mijn nieuwe spons van Real Techniques om mijn poeder aan te brengen. En hier ligt oogschaduwbasis, mijn twee Kat Von D oogschaduws en mijn favoriete oogpotlood. Dan heb ik hier al mijn foundation en concealer staan die ik dagelijks gebruik. Nou, mijn favoriete Clinique foundation. Ik heb net de nieuwe Huda foundation getest. Die gaan jullie binnenkort ook zien in de first impression. Ik heb hier een kleine Kat Von D concealer. Die heb ik gekregen toen ik in Londen ben geweest. Make-up Forever concealer. Mijn Jouer primer. En dit is ook een concealer van Clinique. En dan zijn we alweer rond. Hierboven staan ook nog wat producten in. Ik heb hier wat lipsticks staan. Wimperlijm. Daar staan twee lipsticks van Kat Von D. Hier heb ik een lip remover van NYX. Daar staan de Blooded Lips van Colourpop. Ik heb hier nog twee glossjes van Aveda. En dit is een liquid lipstick van NYX. Nou, daar staan mijn favoriete bronzing kwast van Benefit. Mijn drie favoriete Jeffree Star liquid lipsticks. Voor degenen die benieuwd zijn, Gemini, I'm Shook en Calabasas. Hier heb ik ook nog wat lipsticks liggen. Nou, een pincet en een wenkbrauwborsteltje. En mijn wimperkruller. Dus dat zit hierin. En hier in het midden zie je nog mijn beauty blender. En als laatste komen we dan hier aan op het hoekje. Voor degenen die benieuwd zijn, dit bakje heb ik ooit een keer... Nou ja, bakje, het is best wel een aardig groot bak. Heb ik gekocht ooit bij de IKEA, maar in de uitverkoop. Dus deze kwam ik gewoon tegen in het sale gedeelte. Voor mij was dat toen in Breda, als ik me niet vergis. En voor 15 euro kon ik deze bak kopen. Ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. Ik heb hem overal gegoogeld, maar ik kan hem helaas niet meer vinden. Dus voor degenen die er benieuwd naar zijn, IKEA, het enige wat ik erover kan zeggen... Dan staat hierin nog een bakje die heb ik bij de Sligo gekocht. Dat kan je nu niet zo goed zien, maar die heb ik dus hierin gezet. Waardoor er daarachter ruimte is voor palettes. Maar ik begin even aan deze kant. Daarachter staat het Phase 4 palette van Urban Decay. Hier heb ik al mijn Makeup Geek oogschaduws. Hier heb ik de After Hours set van Colourpop. Het Juvia's Place Masquerade palette. Dit is een heel mooi blush palette van Urban Decay en Gwen Stefani. En het She palette van Colourpop. Dan heb ik hier fixing spray staan. Of setting spray, sorry, van Urban Decay. Een triootje van Huda Beauty. Dit is een spraytje waar water in zit. Dus als ik mijn product bijvoorbeeld even vloeibaarder wil maken. Hier heb je de Fenty Beauty Foundation. En hier ligt nog een oogschaduw van Makeup Geek. Kijk, hier heb ik nog een spiegeltje liggen, dat is handig. Het Sweet Peach Glow Palette. En het Double Play Duo van Colourpop. En hier heb ik dus wat lipproducten staan. Hier ligt nog het I Think I Love You Palette van Colourpop. Ik zal deze wel even eruit halen. Kijk, dan kun je dus zien dat hier een bakje staat. Hier staan wat verschillende lipsticks. Clinique heb ik hier staan. Dit is Smashbox, Dior. Deze is van Catrice. Bourjois, ook Dior, MAC, een hele mooie lipstick, een klosje van MAC, hier heb ik nog een lipproduct van Benefit, hier heb ik een metallic liquid suede van NYX, mijn twee favoriete Marc Jacobs liquid lipsticks,
Hier heb ik een Ofra Liquid Lipstick. En hier liggen nog wat glossjes. Chanel, Dior. Een liquid lipstick van Dior. In de welbekende 999. Felle rode kleur. Hierachter heb ik nog wat Dior glossjes liggen. Die heb ik echt al heel lang vroeger ooit een keer gekocht. Maar they are really pretty. Dus daarom heb ik ze hier ingezet. Daar liggen nog wat Jeffree Star lipsticks. En hier ligt eentje van Lime Crime. Daar liggen nog liquids van Jeffree Star. En hier liggen nog Huda Beauty. Het Huda Beauty Desert Dusk Palette. Het Colourpop Palette waar mijn pressed pigments... waar mijn pressed shadows in zitten. En daarachter het Violet Foss en Nicole Concealer Palette. Love it. Dat zijn ook eigenlijk de paletten die aan deze kant staan die ik het meest gebruik. En dit zijn de paletten die ik daarnaast het meest gebruik. Dus dit bakje wordt ook regelmatig aangeraakt. En als laatste heb ik hier natuurlijk nog dit doosje van NYX. Wie mijn Colourpop unboxings kijkt, die kent vast wel dit kistje. Maar voor degenen die dat niet doen, ga ik het toch even laten zien. Hier zitten wat Colourpop producten in. Hier heb ik een setje liggen van Colourpop. Dit is eigenlijk ook een set, maar ik heb ze alle vier losgekocht uiteindelijk. Geen idee waarom. En dit zijn eigenlijk allemaal Super Shock Shadows. Ik heb hier bijvoorbeeld de kleur, dit is Liberty geloof ik. Sugar. Dit is Liberty. Die zilver. Dit is, hoe eet je ook alweer? Dit is Flower Shop. En hier heb ik vooral mijn favoriete kleuren. Dit zijn wat neutralere kleuren. Vooral Sequin, dat is deze kleur. Is echt heel erg mooi, een beetje rose gold-achtig. Dit is, als ik het goed heb, Deep Dive. Ja, dat is ook een hele mooie kleur. Couche vind ik ook een hele mooie kleur. Dit is wel limited edition. Dit is mijn Flexitarian highlighter van Colourpop. Die ik vooral erg mooi vind voor in de binnenste ooghoeken. En hier liggen nog twee potloodjes van Colourpop. En dat was hem eigenlijk. Dus hier zit echt vooral Colourpop in. Dan was dit dus het dagelijkse hoekje. En ik weet wat jullie denken. Damn girl, that's a lot of makeup you have. I know. Maar je moet ook niet vergeten dat ik al make-up liefhebber ben vanaf mijn 9e. En ik ben nu 20, bijna 21. Dus it's a long time. Het is al een lange tijd dat ik natuurlijk spaar voor al deze producten. Ik ben echt een beauty liefhebber. Ik heb natuurlijk mijn YouTube kanaal. Ik heb een tijdje een blog gehad. En het is 24 uur per dag om mij heen. Ik ben echt dol op make-up. Ik vind het ook leuk om alles netjes op te ruimen. Ik ben regelmatig ook lekker creatief bezig met looks. En niet natuurlijk ook voor YouTube, maar ook voor Instagram, zoals jullie weten. Met Halloween gaan alle producten weer de kast uit. En ik heb ook nog wel eens visieopdrachten die ik doe. Of zelf dat ik nog wel eens denk van, ik ga eens een keer iemand opmaken. Vriendjes, vriendinnetjes, je kent het wel. Dus dit was in ieder geval mijn stash filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hem te zien. Zeker omdat het bijna nummer 1 aangevraagde video is geweest. Laat dus vooral in de reacties weten als je nog specifiek van iets een video zou willen zien. Of ergens wat uitgebreider een video over zou willen zien. Laat het dan beneden weten in de reacties. Dan kan ik dat voor jullie filmen. Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. En laat me beneden weten in de reacties wat jij voor stash hebt. Waar jij je spullen in opbergt. Of dat je toevallig nog wat hebt gehad in deze video. Wat betreft opruimideeën. Ik ben vooral heel erg blij met mijn kast. Maar meest blij wel toch echt met mijn dagelijkse bakjes waar alles in zit. Vooral het ronddraaiende ding van AliExpress. Dat was echt een top aankoop. En voor de rest heb ik gewoon geluk gehad bij IKEA dat ik die bak heb kunnen kopen voor 15 euro. Het is alleen heel jammer dat ik jullie helaas niet meer kan zeggen waar ik hem nog meer kan kopen. Want zover ik weet is hij niet meer te koop. Dus ja, dat is wel jammer. Maar ik zou zeggen, als ik jullie wat tips zou moeten geven wat betreft bakjes en dergelijke, AliExpress is een goede. Ga wel even goed kijken, want het kan echt wel voor minder. Kijk vooral of dat het goed betrouwbaar is, dat er goede recensies achtergelaten zijn. En dat het ook echt daadwerkelijk aankomt bij mensen. In mijn AliExpress video heb ik deze draaier natuurlijk laten zien. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. Ik noem het wel een organizer. Heb ik die organizer natuurlijk laten zien. Maar ik zal wel even een linkje achterlaten hier beneden in de video. Dat jullie in de beschrijving kunnen klikken op het linkje. Mocht die nog steeds beschikbaar zijn, dat jullie hem ook kunnen bestellen. En voor de rest kan ik jullie eigenlijk een tip geven. Ga vooral bij de Zenos kijken. Ik weet dat ze bij de Primark toevallig een paar kleine organizertjes hebben. Je hebt ook websites waar ze echt grote cubes hebben. Maar dan ben je wel aardig wat geld kwijt. Ik vind het niet altijd even nodig om er zoveel aan uit te geven. Maar
Je hebt wel van die sites. Dus ik hoop bij deze dat ik jullie genoeg informatie heb kunnen geven. Ben je nou niet geabonneerd op Sharkademy en vind je mijn video's heel erg leuk en je wil er geen één missen, druk dan natuurlijk even op die knalrode abonneerknop hier beneden. En druk ook even op het belletje, zodat je notificaties krijgt wanneer ik een nieuwe video heb. En zo hoef je geen enkele video te missen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doeg!